vaak is gevallen. De meeste deelnemers waren te laat in de buurt van de auto. Sterker nog, zijn daar nooit geweest. Duel om de leiding. Aan de binnenkant Indian Horse. Buitenkant komt Ithaca. Het zijn precies de twee paarden van Krebas die wel aan de auto waren. En die op dit moment de plaatsen 1 en 2 innemen. Daarachter wordt teruggenomen Hirondina Queen. Dat zijn de eerste drie. Dan een klein gaatje naar Joyeux d'Albâtre. Die ligt op plaats 4. En de vijfde plaats daarachter is voor het nummer 6 van Fils à Papa. Daarachter volgt de rest van het veld en de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in Ithaca, maakt het tempo met Dennis Minema. Daar zijn we de start van het veld, daar ligt onder andere ook Bas Krebas. Als laatste ligt de favoriet en dat is Espresso Doppio. Paarden komen voor de tribune langs, twee ronden te gaan nog, 13-8 de opening. Dat is vrij fors, hebben we vandaag gezien. Daar komen de meeste paarden niet zo vrij fris van over de finish. Kijken of Ithaca dat vandaag wel kan. Uit de start van het veld komt Krebas nu zelf naar voren met Jude Touchivon. En hij gaat op zoek naar zijn trainingsgenoot vooraan. Paarden ronden de rechterbocht. Jude Touchivon maakt meters goed. Achter hem aan gaat Ginger Duchef mee naar voren. Ook Espresso Doppio schuift mee naar voren. En zo schuift het veld wat in elkaar. Paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding is in handen van Ithaca. Ithaca, daarachter op plaats 2 Indian Horse. Aan de buitenkant komt dichterbij Jude Touchivon. En galoppade daar van Indian Horse. Springt er zomaar uit, verrast daar Robin Bakker. En de paarden gaan nummer 1 galop. Die tweede 500 meter door in 1:22.5. Dat deed de koploper niet, Jude Touchivon, want die verhaalde de laatste plaats voor de eerste. En gaat als eerste nummer 6, onregelmatig. Gaat als eerste de volgende bocht in en springt daar ook weg. Oh, wat een chaos in het veld. Galoppade van Jude Touchivon, deelnemer die er bovenop liep, was de 4 Hirondina Queen. Hangt nu ook samen met de nummer 7 Hambo Crown. Wacht maar even tot iedereen klaar is in het comitébus, want er gebeurt van alles en er komen nog wat uitschakelingen aan. Uitgeschakeld nummer 4 en nummer 7. We hebben nog één ronde te gaan. Ja, leiding inmiddels in handen van Ginger Duchef. Waar ligt je geluk, denkt Rick Wester ook. 18-8 de tussentijd. Daar komt nu naar de buitenkant Espresso Doppio. Paard dat in het verleden wel eens de moeilijke gangen, moeilijk was en de gangen wel eens vergat. Die heeft vandaag deze hele rommelige fase overleefd en gaat nu op jacht naar de leider. En die leider is op dit moment Ginger Duchef. Ginger Duchef aan de buitenkant Espresso Doppio. Derde aan de relingzijde ligt Ithaca. En vierde ook nog daarbij Joyeux d'Albâtre. En die vier paarden liggen ruim voor wat er nog over is van dit veld. Paarden gaan de rechte lijn overzijde nu door. Aan de buitenkant de druk wordt opgevoerd door Espresso Doppio. Espresso Doppio aan de binnenkant Ginger Duchef. Daarachter ligt heel dreigend in de wachtkamer Joyeux d'Albâtre. Tussentijd 19-6 en ook nog aansluiting voor Ithaca. Espresso Doppio neemt nu over en gaat als eerste de laatste bocht in. Espresso Doppio, Joyeux d'Albâtre kan hem bijhouden, de rest niet meer. En zo gaan die voorste twee weglopen bij de rest. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Espresso Doppio die heeft niet een extra versnelling. Als Joyeux d'Albâtre die wel heeft, dan liggen de kansen om vandaag te winnen steeds groter als ze de laatste rechte lijn inkomen. Zijn inmiddels in die laatste rechte lijn. Joyeux d'Albâtre is ernaast gekomen. Gaat hij er ook aan voorbij? Espresso Doppio blijft terugvechten aan de binnenkant. Ze gaan precies gelijk op. Joyeux d'Albâtre, Doppio aan de binnenkant, Doppio aan de binnenkant. Joyeux d'Albâtre aan de buitenzijde. Niets te kiezen, maar op de streep is Joyeux d'Albâtre. Een hoofdje voor Espresso Doppio. 18-4 de laatste 500 meter. Plaats 3 is voor de nummer 3, Ithaca. 18-4 voor de winnaar.